Goedenavond. Morgen krijg ik een operatie. Dan wordt er een plaatje in mijn neus ingebracht. En daardoor zou ik dan beter moeten kunnen gaan ademhalen. En ik heb een snoepje in mijn keel gehangen. Dat komt omdat ik nu natuurlijk uitgerekend nu een beetje last van mijn keel heb. Goedemorgen allemaal. Ik zit in mijn laatste kopje thee voor de ochtend. Het is nu 6:50. Ik moet om 8:30 in het ziekenhuis zijn, dus 2 uur daarvoor mag ik niks meer eten of drinken. Dus hier ga ik even van genieten. Kijk nog even goed naar die mooie gok. Dat is hem. Lieve mensen, wij zijn nu in een vakantiehuisje. Maar waar het goede idee om lekker een huisje te huren in de Roompot. Hoe heet dit, schat? Hoe heet dit? Roompot vakantie. Roompot Kijkduin. Roompot Kijkduin. En we zijn nu net aangekomen in het huisje. Dat wil zeggen, mijn vriendin Kitty. Woehoe. En mijn allerliefste baby, Dana. Alleen, die is nog een beetje onwennig. Zoals je hoort. Maar, kijk wat we hebben. Ik zal die even rondleiden. Een open haard. Oeh, romantisch. Nou, dit is het. Kamertje, dit is de huiskamer. Best wel ruim. Dan hebben we hier de keuken. Met een... Hey, Dana, nee, dit is niet voor jou. Dan hebben we de eettafel voor 6 personen. Dat komt goed uit, want morgen krijg ik visite. Dan hebben we hier de bedden. En dan hebben we hier de bathroom. Woehoe! Met een bad. I love een bad. En met bubbels. Schat, met bubbels. Ja, dat zeg ik net even. Oké. Okay. Dat zei ze net. Hij neemt niet. Nee, ik ben even rondleiding aan het geven. Wij gaan even naar buiten. Oké. Kom maar. Veel plezier, meisje. Oké, dat was de... dat was de begaande grond. Dan gaan we nu naar de eerste verdieping. En daar hebben we... nog... een kamer met 2 schattige bedjes. Oh my god. Een sauna. Oh, is dat even relaxed? Oh, dit is... Hij heeft ze goed gedaan hier. Vriendin van mij. En dan hier nog een ruime kamer. Met 3 bedden. En jongens, aangezien wij maar met z'n drieën zijn. Met z'n tweeën. Is het huisje een beetje te groot. Maar goed, voor gezinnetjes, top. En die open haard. En die open haard, fantastisch. Maar die sauna, I'm going in. Nou, wij zitten nu heerlijk in een vakantiehuisje. Te relaxen met de hond die een beetje overstuur is. Maar Chantal is geopereerd vandaag aan de neus. Dus ik ga even bellen hoe het gaat met haar. Want dat is wel zielig. Ik moet wel bellen. Wat is er gebeurd met je? Ja, oh nee. Nee, ik mag niet lachen. Het is echt heel erg. Ze heeft een
Ze heeft iets aan de neus, dat is heel zielig. Heb je pijn? Ik lig hier op de bank te reflexen. Dat is advies van de dokter. Oh, sorry, wat zie je eruit? Heb je zin? Ik kan gewoon ademhalen nu, dat vind ik zo bizar. Ja, dat is wel bijzonder, ja. Maar je bloed, gadverdamme, is je neus gebroken? Nee, maar dat is natuurlijk logisch. Dat is er al in gesneden. Ja, god. Sorry, ik moet heel erg lachen. Je ziet er niet uit. Dat mag wel. Nou, sterkte. Als ik wat voor je kan doen, ik ben er niet. Jij ook. Oh, wat zag ze eruit. Wat erg. Ze is nu nog lelijker. Goedemorgen. Ik ben een kledingclown. Ik ben gisteren geopereerd dus. En ik moet zeggen, het voelt wel allemaal redelijk goed. Ik heb net even die snor onder mijn neus vandaan gehaald. En ik heb verder geen pijn of zo. Het voelt alleen of je huid een beetje opgerekt wordt. Nou, het ziet er wel oké uit. Nou, het is heel erg leuk hier. Het waait. En de hond vindt het goed. Ik kom op... Dat is dan €200. Nee, je hebt ze nog niet allemaal. Oh nee. €100 bij 3 stations. Ja, die zit toch wel even nou, rekening. Ik kom net langs af, dus je kan betalen. Dank u wel. Ja! Tena, kijk eens. Gaan we naar parkie toe? Naar het strand? Rennen met de hondjes? Parkie? Ga je mee? Parkie toe? Ga maar! Kitty, wat ben je nou doen? Verzamelen voor jullie. Ben je nou hout aan het jatten? Sprokkelen voor de hond. Dan kan ze een vuurtje maken. Ach, het kind is helemaal blij. En wij maar wachten, hè, Deen. Waar is vrouwtje? Even een kleine update. Het is vandaag dinsdag. Vrijdag natuurlijk geopereerd. 5 dagen verder. Ik moet zeggen, het gaat best wel goed. Ik had er alleen één in rood besteld en dat is dan niet doorgekomen. Maar verder ziet het er wel goed uit. Ja, en verder. Ik weet niet, Patrice heeft lekker feest gevierd bij Centerparks volgens mij. Of een of ander vakantiepark. En ik... Ik heb vakantie gevierd in het ziekenhuis. Aww. En dan krijg je een bloemetje van je collega's. En bonbonnetjes, hoe leuk is dat? Super lief. Ik heb een heel leuk kaartje gehad van mijn collega's. Ik had eerst natuurlijk al bloemen gehad en lekkere chocolaatjes. Maar nu heb ik ook nog een beterschapskaartje gehad. Ik zal hem even laten zien. Je ziet dus een beterschapsrecept staan. Nou, dat spreekt voor zich. Dank jullie wel. Tada! Nou, ik ben zelf wel heel tevreden. Het is... het is nog een beetje dik. Ik heb nog een beetje een clownetje nu. Maar verder mag ik niet mopperen. Mag ik niet mopperen? Nee, het ziet er goed uit. Goed gedaan, dokter. Bedankt. Jean, de boom staat buiten. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. Hoe heb je die hier gekregen? Niet. Dit. Is dit hem? Ik denk niet dat hij het zal overleven. Maar hij ziet er toch wel oké uit.
Dat moet je dus niet doen, okay. Want dan krijg je dus hars op je handen. En dat gaat er nooit meer af. Nee, maar wacht, als ik hem... Ram zo door de huiskamer. Mag ik dit stofzuiger straks? Ja. Weet je het? Ik heb gewoon bij je boom. Heb je straks ook plakkie plakkie handen? Nee hoor, dit is het minst zwaar. Lukt het je? Ja. Ja? Hop, tip het, tip het. Ja. Pas op je nieuwe neus, pas op. Au. Oh, dan mag je ook de deur open. Waarom doe je dit eigenlijk, adopteren? Ik kan hem ook gewoon op de brandstapel gooien. Het is goed voor het milieu. Hallo, dit. Niet te redden. Succes, doei. Even mijn tasje pakken. Ja. Nou, mijn nieuwe auto. Hey. Hey, er ligt nog een boom in. Er ligt nog een boom. Hier gaan we zijn er straks weer terug bij Amsterdam in de fruittuin van West. Oké, en het leuke is nu dat je je statiegeld terugkrijgt van 10 euro. Of het groepon. Ja. Van 12,50. Die je kan besteden. In de winkel. Aan sinaasappels. We gaan even optreden. Chantal en ik gaan even optreden op het podium hier. Chantal is een beetje verlegen. Oh, Chantal, ben je klein geworden? Hem of haar. Ah. Sean? Ja. Is dit niet wat voor jou? Nou, ik dacht meer aan deze. Sean, wat heb je gekocht? Hier voor alles. Ik zie niks liggen. Oh, chocoladekoekjes. Lekker. En ik heb mijn eigen tas mee. Ja, chocoladekoekjes waren. Waar zijn chocoladekoekjes? Keurig. Jullie ook wel eens wat gedaan, of dat niet? Nou, ik ben geslaagd. Heerlijk weer. Ze zijn erg lekker thuis. Ik heb net er eentje geproefd. Thee. Een geweldige beurt. Ja? Vaker een rapport, alstublieft. Yes. Wat zijn ze aan het doen, Tess? Koken. Oh.
Wat maak je? Oeh, lekker. Gekarameliseerde noten voor de salade. Is lekkers, hè? Lekker. Want dit is jullie keuken. Ja, dit is onze keuken. En hier bereiden we eigenlijk alles voor de kleine keukens, voor de horecastad. En wat maken ze nu? Dit is eiersalade. Tot puk. Ja. Lekker. Rustig. En jij maakt soep? Nee, daar zijn de eieren gegooid. Ik maak gekarameliseerde noten. Dat is voor de salades. Ja, dus als je zometeen nog even naar het café komen. Jazeker. Ga ik het zeker even proberen. Nou, ja, absoluut. Lekker. Nou, succes. Dankjewel, hè. Zullen we een bakje koffie doen? Ja. Een welverdiend bakje koffie. Ja. We hebben hier heel veel gekocht. De kerstboom is terug. Ik ga naar binnen. Lekker. Lekker kopje koffie. We moeten straks... We kregen een hele uitleg bij de pot. We moeten straks hierop drukken. Zachtjes. Want anders krijg je alles eroverheen. En één keer. Want anders dan koffie kunt in je koffie. En vergeet nog wat. Vast niet, maar ik denk dat we het huis wel gewoon verkeerd gaan doen. Want ik denk dat die koffie er straks uitspuit. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Het is allemaal biologisch. We beginnen met een koekje. We beginnen met een lekker koekje. Waar is het koekje? Waar is het koekje? Uit de cranberry tuin. Wat denk je? 2 minuten voorbij? Schenk voor mij eens een bakje koffie in. Nee, ik heb dorst. Oké, daar gaat hij, hè? Boom. Ja, nee, maar nu moet er nog koffie uitkomen. Oh ja. Ja hoor, kijk eens. Keurig, keurig. Koffie, koffie. Die boerenkool. Nou, er groeit hier nou niet zo heel veel. Het is een beetje kaal, maar het is wel een leuke plek. En hier hebben ze bijvoorbeeld, ik weet niet of je het kan zien. Kijk, hier hebben ze kiwibus. Ik weet niet zo goed wat dat is. Kiwibus. Oh. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer je op ons kanaal hier beneden. En dan zien we je graag de volgende keer weer. Ciao.